Van het ijs in Tialf gaan we naar het gras van Squatterwards, want er werd deze week natuurlijk ook hard getraind. Zondag wacht voor Heerenveen de volgende uitdaging, de uitwedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. Ja, zeker. Het is een hele mooie wedstrijd. Uitverkocht hoor ik. En vorig jaar hebben we het goed gedaan, dus dat moeten we weer doen. Na de winst op PEC Zwolle van afgelopen zaterdag heeft Heerenveen een gat geslagen met de concurrentie in de strijd om de play-offs. De nummer 9 van de Eredivisie, FC Groningen, staat al op 10 punten achterstand. En stiekem kijkt Heerenveen dus nu naar boven. Als je wint, dan doe je hele goede zaken en dan kan je weer met hun concurreren eigenlijk. Dus daar gaan we wel voor. Ja, we moeten gewoon zondag echt gewoon ons best doen en gewoon hun afmaken. En dan doen we echt goede zaken, ja. Wat merk je in de groep aan het vertrouwen? Je hebt nu 2 keer op rij gewonnen. Dat moet toch voor de nodige rust zorgen? Ja, tuurlijk. De sfeer is natuurlijk heel goed nu. We hebben gewonnen. Alleen... Ja, we moeten wel die focus blijven houden, want ja, we zijn misschien wel zeker van de play-offs, maar ik vind dat we meer eruit kunnen halen. Wat kun je er nog meer uithalen qua voetbal of misschien nog wel qua positie op de ranglijst, directe plaatsing voor Europees voetbal? Ja, het belangrijkste is gewoon de punten en voetbal moet ook gewoon veel beter. En dat hebben we de tweede helft wel een beetje laten zien tegen Zwolle en daar moeten we gewoon mee doorgaan. Van Basten kan niet beschikken over Mitchell Dijks. De verdediger staat enkele weken langs de kant met een liesblessure. Waarschijnlijk zal Stefano Marzo als rechtsback gaan spelen en schuift Pelé van Amholt door naar de linksbackpositie. We gaan het zien. De laatste tijd heb ik heel weinig eigenlijk op mijn eigen positie gespeeld. En het is een beetje overal kom ik te staan. Dus dat is allemaal wel nieuw voor mij. En ik ben een beetje multifunctioneel, blijkbaar. Stefano Marzo heeft het goed gedaan als rechtsback. Jij volgens mij ook wel aardig als linksback. Maak je borst me nat? Ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd en de trainer bepaalt. Dus, Nee, Feyenoord 2 goede vleugelaanvallers, Ruben Schaken en Boetius. Ja, hoe kun je hun uitschakelen? Kort erop zitten? Ja, dat denk ik wel. Sowieso, daar houden ze niet van. Als je ruimte geeft, zijn ze heel gevaarlijk met hun snelheid. Dus dat moeten we niet toelaten. Ik merk dat het vertrouwen aanwezig is. Ja, zeker. Ik heb er zin in. Heerenveen is al 3 seizoenen ongeslagen in Rotterdam. Vorig seizoen in een snikhete Kuip was de ploeg van Basten dicht bij de zege. Maar wist Feyenoord in de slotfase van de wedstrijd alsnog te scoren. De Roon, goed meegegeven. Hier gaat Juris iets sneller dan Matthijssen. Kruist voorlangs en nu zegt de scheidsrechter strafschop. Strafschop voor Heerenveen. De overtreding van Matthijssen en bij zijn debuut rood. En wat een rampzalig debuut voor hem bij Feyenoord. Kwartier voor tijd. Oog in oog met Mulder. Filip Jurisic. En het is raak voor Heerenveen. Klaasie pompt hem erin richting Immers, die het kopduel kan winnen. Schaken, Schaken, Schaken en raak! Wat doet Ruben Schaken dat dan toch knap? En Feyenoord scoort in ondertal. 1-1. Kuipers fluit af. 1-1 is voor Feyenoord in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen teleurstellend. Zeker na de eerste helft, waarin het de betere ploeg was. Van Basten pakt een punt. Zijn eerste punt met Heerenveen.